De heer Van Dunsberg heeft het woord. Microfoon. Dank u wel, voorzitter. Bij het politieke debat hoort dat je van mening verschilt. Dat je discussieert en dat je mag afwijken van de meningen die je zo hebt met elkaar. Elkaar overtuigen is ook buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk. Laten we dat om te beginnen in alle nuchterheid vaststellen. Wat ik richting de collega van de VVD, de heer Van Rekum, even wil opmerken, is dat hij aangeeft in zijn betoog dat de coalitiepartijen maanden eerder geïnformeerd zijn over de bestuurscrisis. Dat wil ik hierbij bestrijden. En ik heb overigens daarbij nog de vraag welke relatie hij ziet met het feit dat de twee conventionele partijen onderdeel uitmaken van het college. Dat die relatie zie ik niet, dus ik ben buitengewoon benieuwd hoe hij die relatie ziet. Wilt u bij interruptie op antwoorden? Ja, graag. Ja. Meneer Dunsberg, u kunt toch niet ontkennen is dat u voor 31 maart, toen de oppositie pas werd ingelicht, dat u al niet op de hoogte was van de bestuurlijke crisis die gaande was. Dat kunt u niet ontkennen, heeft u namelijk zelf destijds gewoon gemeld. En als het gaat om maanden, wil ik er niet moeilijk over doen, laten we dan zeggen een maand. Maar het belangrijkste is, want ik wilde het fenomeen monistisch of dualisme aan de orde stellen, is dat u eerder op de hoogte was dan de oppositiepartijen. Daar gaat het om. Meneer Van Rekum, dat is een juiste vaststelling. Het gaat inderdaad om enkele weken. En het feit dat je als coalitiepartij iets eerder geïnformeerd bent dan de oppositie, lijkt me nog ineens zo heel erg vreemd. En dus, dat is de mening die ik daarbij heb. Dus monistisch? Nee, kijk, monistisch wil niet per definitie zeggen dat je helemaal niks meer met je wethouders hebt. Het monisme, in de oude situatie, was de wethouder onderdeel van de raad. Dat is nu niet meer. Meneer Dunsbergen, dit was een dusdanige belangrijke zaak dat ik het ongepast vind, is dat de coalitiepartijen ruim, en het begrip ruim mag u dan definiëren, ruim eerder op de hoogte zijn van een dergelijke belangrijke zaak dan de coalitiepartijen. En ik vind dat ongepast. Meneer Van Rekum, ik heb aangegeven dat we eerder geïnformeerd waren dan de oppositiepartijen. Daar ben ik open en eerlijk over, want zo was het ook. Wat ik bestrijd is de opmerking dat we maanden eerder op de hoogte waren, want dat was niet zo. Dat over dat punt. Voorzitter, het CDA staat op het standpunt dat het vertrek van de wethouders niet in het belang is van Sliedrecht. Wij conformeren ons ook aan het rapport waar gesproken wordt over bestuurlijke kracht. En in die zin zullen we de moties van de pro-Sliedrecht-fractie niet steunen. De wethouders hebben getracht de zaak in goede banen te leiden. Ik denk dat ze er alle drie vanavond een verhaal over gehouden hebben. Ten aanzien van de opmerking van cultuur, er is niets vaag aan. Het heeft niks met sokken te maken. De rekenkamerrapporten zijn daar buitengewoon duidelijk over. Want de twee die ik genoemd heb, dat was ik, mevrouw Visser, die dat punt noemde van die rekenkamerrapporten, dat was u even ontgaan, maar dat was ik, hebben expliciet aangegeven dat er wat schort aan de cultuur, de familiaire cultuur, zoals het eerder op deze avond is gememoreerd. Mevrouw Visser, bij interruptie. Ik ontken ook niet dat dat in die rapporten stond. Alleen even hiervoor zegt u dat u overtuigd bent van de bestuurlijke kracht van deze drie wethouders. De wethouder dagen later die is nog aan het inlezen. Maar die andere twee kennen allebei die rapporten. En waarom bent u nou overtuigd van de bestuurlijke kracht die ze dan nu ineens wel hebben en 3 jaar lang niet gehad hebben? U kan toch mij niet aan mijn verstand praten dat dat allemaal afhankelijk is geweest van het functioneren van 1 persoon. Tweede vraag die ik u toch nog even wil stellen, waar u begint over uw inleiding. U zegt van op zich is het misschien wel logisch dat coalitiepartijen eerder weten dan oppositiepartijen. Maar juist als het gaat om een burgemeester die toch voorzitter is van de hele raad. Juist in die spagaat staat voorzitter van een college is, maar ook voorzitter is van de hele raad. Dan hoort de hele raad daar toch ook van op de hoogte te zijn.
Mevrouw Visser, de hele raad is geïnformeerd via de fractievoorzitters en zijn vervolgens ook betrokken bij alle gesprekken die daarna zijn gevoerd. Op 31 maart, maar dat ging juist over het feit dat de coalitie eerder geïnformeerd was dan de oppositie. Ja, helder, daar zijn we het over eens. Daar kunnen we over mening van verschillen. Dat doen we ook op het punt van de bestuurlijke kracht. Ik kan u niet overtuigen, toch een poging doen. Probeer me dan aan te geven waarop u het baseert. Ja, dat u overtuigd bent van die bestuurlijke kracht. Ja, dat ga ik nu doen. Nogmaals, ik ga proberen u te overtuigen, hoewel ik weet dat het buitengewoon ingewikkeld is. Waar het om gaat is, elke verandering binnen een organisatie kan niet eerder tot stand komen dan dat er een urgentie is. Als er geen urgentie is, is er ook geen verandering. De urgentie in 2008 was het rekenkamerrapport. Ik meen gelezen te hebben dat het het eerste rekenkamerrapport is dat verschenen is. Ik heb in mijn betoog ook aangegeven dat blijkbaar dat rapport onvoldoende urgentie was. En is ook gebleken om veranderingen te organiseren binnen deze organisatie. Dat ben ik met u eens, hè? Want op dat moment zeggen twee van de huidige wethouders van dat is niet exemplarisch voor Sliedrecht, dat zijn uitzonderingen. Ja, maar laat me even uitpraten. De urgentie die er nu ligt, heel actueel, namelijk wat we hier met elkaar vanavond doen, lijkt me zo'n grote urgentie dat het bijna niet anders kan. Althans, het lijkt me ingewikkeld om hier zomaar aan voorbij te gaan, dat er inderdaad veranderingen gaan ontstaan. En ik ben ervan overtuigd, als de wethouders dit adopteren, dat is de volgende fase in zo'n verandering, en dat hebben ze gedaan, dat hebben ze ook aangegeven, staat ook in het rapport, met het woord commitment, ze hebben zich daar gecommitteerd, ben ik ervan overtuigd dat het de goede kant op gaat. En daarom zeg ik ook, we geven de wethouders de gelegenheid om dit veranderingsproces mede uitvoering te geven, we doen het met elkaar. Ik heb ook duidelijk aangegeven dat het niet alleen de zaak is van de wethouders, maar ook van ons allemaal. Ook als ons als raad. En daar zullen we ze ook op bevragen. En dan zitten we weer in het duale systeem wat we met elkaar proberen uit te voeren. Dus mijn opmerking is, in antwoord op uw vraag, blijkbaar heeft die urgentie in 2008 niet gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat het nu wel werkt, want dan zijn we keihard mee bezig hier met elkaar. Anders zit hij weer ook voor niks. En ik denk dat er nu zoveel aandacht aan gegeven is dat die urgentie nu al duidelijk is. Dat ze met elkaar gezegd hebben, we gaan hiermee aan de slag. En ik ben ervan overtuigd dat deze mannen dat dan ook kunnen. In antwoord op uw vraag. En hier wil ik meteen afsluiten, omdat ik nadrukkelijk aangegeven heb de moties niet te steunen. Dank u wel. Mevrouw Visser heeft het woord. Wel, voorzitter. We hebben geschorst, nog eens nagedacht, nagelezen over de beantwoording. En we kunnen maar één conclusie trekken. De kaarten zijn geschud. Of zoals een meerderheid hier in de raad het liefst zou willen horen, de teerling is geworpen. Met andere woorden, de weg voor burgemeester Bouvet terug is afgesloten. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe waarnemer en daarna, misschien op de lange termijn, met elkaar consensus kunnen vinden om op zoek te gaan naar een andere burgemeester. Wat bedoelt u met wij moeten op zoek naar een nieuwe waarnemer? Nou, omdat nergens vaststaat. Kijk, mevrouw Van der Vondervoort is ingehuurd voor een klus. Mm-hmm. En die is klaar. Ja. En daarna gaan we praten over hoe het verder gaat. Voor ons staat niet per definitie vast dat mevrouw Van der Vondervoort blijft totdat wij met elkaar in staat zijn om een nieuwe burgemeester te vinden. Voorzitter. Ja, bij interruptie, de heer Dunsbergen. 12 oktober staat u geciteerd in het Algemeen Dagblad. Dat zou best kunnen. En of dat een juist citaat is, weet ik niet, maar dat laat ik even aan u. Het is de keuze van Martin Bouvet om op deze manier vervroegd met pensioen te gaan. En ik denk dat we dat moeten respecteren. En wat stond er achteraan? Maar dat de twee kijven twee schuld hebben. Dat en wat stond er nog meer? Reageert fractievoorzitter Hanny Visser. Oh. Ik heb daar ook bij gezegd, burgemeester Bouvet had geen andere keuze dan zijn knopen te tellen. En dat heb ik in mijn bijdrage ook in eerste termijn gezegd,
Op 26 september 2011 zou er een gesprek plaatsvinden tussen de fractievoorzitters en de burgemeester en een gesprek tussen de fractievoorzitters en de wethouder. Maar in plaats van een echt gesprek werd de deur met een korte verklaring weer dichtgeslagen. Ja, daar was u ook bij, geloof ik, hè, meneer Dunsbergen? Ja, ik ben overal bij geweest. Ja. Maar heeft u het dan over de verklaring die begint dat burgemeester Bouvet besloot om gebruik te maken van vervroegde FPU, pensioen per 1 april 2012... en dat de burgemeester dat doet in het belang van de Sliedrechtse gemeenschap? Bedoelt u die verklaring? Nee, dit bedoel ik niet. Die verklaring is pas 11 oktober gekomen. Ja. En ja, als u wil, wil ik nog wel heel uitgebreid hier gaan vertellen hoe die verklaring tot stand is gekomen, maar... Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee, we zijn het erover eens. Oké, goed. Dus, in de beantwoording van de wethouders heb ik heel goed geluisterd. En dan gaat het om cultuuromslag omslag en al dat soort verhalen. En natuurlijk wordt de schuld ook nog een stukje bij de raad neergelegd. Nou, dat zei dan zo. Die moeten we dan als raad ook maar naar ons toe trekken. En misschien hoor ik dan het komende jaar niet meer regelmatig. Ik sluit me aan bij de verklaring van. Of ik sluit me aan bij de beantwoording van. Of de opmerking. We wachten eerst maar even af wat de wethouder erover gaat vertellen. Hè. Dus misschien dat het ook voor ons als raad zuiverend heeft gewerkt. Maar wat betreft de beantwoording van het college is nog een paar keer gezegd. Wij streven naar een grotere integriteit bij ons bestuur. En dan graag zou ik Ian Dales nog een keer nazeggen. Een beetje integer bestaat niet. En dan een beetje integer bestaat niet. Heeft Ian Dales ooit gezegd toen ze minister van Binnenlandse Zaken was. Partij van de Arbeid, burgemeester. Dus het is of heel erg integer of niet integer. Maar de vraag die wij ons dan stellen, is het integer, is het verstandig om in de zomermaanden als wethouder je dochter op het gemeentehuis te laten werken? Is het verstandig, is het integer om wethouder economische zaken te zijn en commissaris te zijn bij de grootste bank van Sliedrecht? Mag ik u interruperen? Dat is niet aan de orde meer. Nee, niet meer, maar het eerste jaar nog wel, hè? Dat zegt u? Het eerste jaar nog wel. Dat heb ik afgebouwd op vragen die gesteld zijn. Dan moet u dat me niet kwalijk nemen. Is het verstandig om bedrijfsruimte te zoeken voor werkgever van je dochter? Met andere woorden, zolang we dat soort discussies hier nog met elkaar hebben, begrijpt u ook dat wij onze moties zullen handhaven. Dank u wel. De heer Van Rekom heeft het woord. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel, voorzitter. Allereerst steunen we het verzoek van Pro Sliedrecht ten aanzien van het opvragen van de overzichten van Baanhoek West en het Winkelplein. Dat zouden we bijna vergeten. Dus bij deze. Wij blijven een raar smaak houden bij de beslissingen ten aanzien van de portefeuilleverdeling 2010, waarin burgemeester Hoeve toch een aantal inhoudelijke portefeuilles heeft gekregen. Sterk tegen de wens in van burgemeester zelf. En ik kan me nog herinneren dat we in een gesprek met de commissaris van de Koningin, heb ik één ding heel goed onthouden, is dat ook de commissaris van de Koningin destijds vond dat het niet past bij een burgemeester om inhoudelijke portefeuilles van die zwaarte te hebben. Dus in het vervolg zou ik het zeer op prijs stellen als we daar gewoon wat meer zorgvuldig mee omgaan. Dan hadden we wellicht dit kunnen voorkomen. De VVD stelt vast, na alles gehoord te hebben, dat de oplossing wordt gezocht in cultuur en in het uitbannen van een informele organisatie. Nou, de heer Dunsbergen heeft aangegeven dat het geen vaag begrip is. Nou, ik heb wellicht slecht nieuws voor meneer Van Dunsbergen. Ik blijf het een uitermate vaag begrip vinden. Ik vind het echt een begrip voor geitenwolle sokken. Maar daar heb ik het dan nog wel een keer over. En
bij een cultuurverandering, die volgens de heer Dunsbergen ook 4 jaar duurt, hoort heel vaak toch nieuwe bezems. Nieuwe bezems maken schoon. Wij moeten het kennelijk doen met bezems waar nog weinig haar op zit. In ieder geval dringen we erop aan dat die bezems flink worden gerepareerd. Conclusie die wij op dit moment trekken is dat wij zijn bereid om de wethouders nog een allerlaatste kans te geven om te laten zien wat ze nu werkelijk in huis hebben. Dit impliceert dan ook direct is dat wij de moties van procederecht niet zullen steunen. Wij hadden, kan ik u verzekeren, moties van treurnis wel gesteund. Dank je wel. Dank u wel. Voorzitter, voordat meneer Van Reekum gaat zitten, mag ik hem nog iets vragen? Jazeker. Hij geeft de wethouders een allerlaatste kans. Ik vind dat heel vriendelijk van hem, maar hoe lang duurt die allerlaatste kans, meneer Van Reekum? De heer Van Reekum heeft het woord. Dat hangt wat mij betreft geheel af van de heren wethouders. En het mogen duidelijk zijn dat wij gewoon de ontwikkelingen... Van de cultuuromslag. Ten aanzien van cultuur en allerlei andere vage begrippen met zeer veel belangstelling zullen volgen. En ik kan ook de heer Dunsbergen toezeggen is dat ik me wat meer ga verdiepen op het fenomeen cultuur. Na de vergadering heb ik totaal iets anders van plan om met geitenbolle sokken onderwerpen bezig te zijn. Nee, we hadden juist afgesproken dat het niet zo was. Oh, dat komt goed. We gaan het ook. Okay. Ja. Nou, goed. Ik snap het niet helemaal, maar dat geeft niet, hè. De heer Van Gamel heeft het woord. Nou, ik zal het proberen kort te houden in tweede termijn, maar misschien ook dat niet. De eerste opmerking die ik wil maken is over, zoals mevrouw Van der Vindervoort ook betoogde, is er een onderscheid tussen Bouvet als burgemeester en voorzitter van het college. Zo heb ik dat ook gezien en zo heb ik ook geoordeeld. Maar wat een raad dan ook mag verwachten, dat als er een verschil van mening is, dat het ook wordt opgepakt. En dat is niet gebeurd, althans het is niet gelukt. De verklaring van de heer Tanis, die is helder. En ik begrijp daaruit dat er heel veel pogingen gedaan zijn. Maar ik blijf het toch betreuren dat dat niet gelukt is. En ik ben... Het is ook een stukje onbegrip misschien. Ik ben zelf ook 60, dus ik spreek uit ervaring. En dan denk ik toch van, zelfs op je 60 moet je ook geestelijk flexibel genoeg zijn om anders te kunnen gaan handelen dan je misschien gebruikelijk bent. Zeker wanneer een team daarom vraagt. Maar dat zij zo. Tweede opmerking die ik nog wil maken is over de monistische cultuur die er zogenaamd zou zijn. En die is niet alleen van het laatste jaar. Ook eerder werden raad en zelfs onderling wethouders geconfronteerd met late informatie over forse overschrijdingen en tegenvallers. Ik heb er alleen maar in mijn eerste termijn maar een paar van genoemd. Maar ik zou er nog wel meer kunnen verzinnen. Ik laat het daarbij, laat ik zo zeggen. Het is te aantrekkelijk om daar op in te gaan, maar ik doe het toch niet. Als u dat wil weten, ik ben beschikbaar. Dan, alle wegen rees de vraag hoe het kan dat een burgemeester in 2008 met veel vertrouwen werd herbenoemd, thans zo zou hebben gefaald. Onze burgemeester, en dat wil ik nog een keer benadrukken, was en is een prima mens. Hij was ook op zijn plaats als burgemeester. En dat het niet slim was om zo lang als voorzitter van het Stichting Baggerfestival te laten optreden. Natuurlijk, dat was niet slim. En dat het niet de beste oplossing was om het plaatje bij hen te laten. Ook goed. Maar gewoon op bestuurlijk terrein kan het niet zo zijn dat een verschil van denken en doen niet op enig moment normaal zakelijk kan worden besproken en opgelost. En mijn fractie wilde toen, zoals het rapport betoogt, juist niet de gebruikelijke, weinig kritische weg bewandelen tegenover het college. En met name aangaande de werkwijze van de burgemeester, maar verder gaan en dat voor zoete koek aannemen. Wij wilden een oplossing ervan en dat hebben de wethouders aangekaart. Dat het daarna niet goed gegaan is, ook goed, maar het is aangekaart, het is opgepakt. En nogmaals, daar vielen Spaanders bij. Maar vooral,
dat betreur ik eigenlijk het meeste, ging het vertrouwen van een deel van de bevolking in ons bestuur, in ons deel van het bestuur, wellicht verloren. Die bevolking heeft recht op onze excuus en spijt dat dit zo gelopen is. Ik wil toch afsluiten. Slot. Het is waar, er ging de afgelopen jaar veel fout wat bestuur betreft. Een raad, en in ieder geval mijn fractie, rekent zich dat aan. En dat vereist in denken en doen zeer wel een andere houding ten opzichte van het college en besturing van de gemeente. En vooral een bereidheid en vertrouwen om daarin samen te investeren. Mijn fractie heeft dat vertrouwen wel. En als dat kan met dit college, graag. Dus vandaar dat wij de moties ook niet zullen steunen. En dan tot slot een opmerking, want niet alles is kommer en kwel. Ook een van de wethouders heeft het ook genoemd van misschien deden we het niet goed en hebben we veel met de mantel der liefde bedekt. Maar er zijn veel projecten ook goed gegaan. Er zijn heel veel projecten goed gegaan. En ik ben gewend mijn zegeningen te tellen. Want de afgelopen jaren is bereikt door deze raad en dit college met de heer Bouffet mag best gezien worden. Zelfs een forse bezuiniging, de grootste die ooit is overeengekomen met een raad, in nauw overleg met een aantal poten gezet, dat was de grootste ooit. Ook die werd geregeld. En vooral een aantal grote projecten werden gerealiseerd. Baanhoek West, station Baanhoek. Straks wellicht het rekentier knooppunt en het omklappen van de sportvelden. Stationspark 3, het Winkelplein. De bouw op het Bonkelaarplein. Het zijn allemaal dingen die we wel gerealiseerd hebben, ondanks misschien de kritiek die daarop gespuit is. En ik bedoel maar, waar het echt zo'n bestuurlijk zootje zou zijn, zouden dergelijke resultaten nimmer zijn geboekt. Dank u wel, meneer Vergameren. Tot slot. Ik heb nog een vraag aan de heer Vergameren. Ik heb aan de heer Vergameren, of althans aan de Partij van de Arbeid, een vraag gesteld van waarom ze niet luider hebben gereageerd in positieve zin op... Die opmerking ben ik vergeten. Oh. Wat mij betreft had de fractie misschien, de fractie van de Partij van de Arbeid, misschien meer aandacht aan ons hebben. Maar wees gerust, ik heb een goed afdelingsbestuur in mijn partij in Sliedrecht en die hebben daar zeker aandacht aan besteed. En zelfs, ik heb daar een traan om gelaten om zijn vertrek. En ik als fractievoorzitter heb me lopende het onderzoek als uiteindelijk partijlid, die uiteindelijk ook moest gaan oordelen over een partijgenoot, me niet intensief willen bemoeien. Of dat een goede keuze is, daar heb u niet over te oordelen. Daar heb ik een afdeling voor en die zal mij daarop beoordelen. Volgende week al, over 10 dagen al, hebben we een afdelingsvergadering en dan leg ik verantwoording af of ik hier goed gehandeld heb, ja of nee. Dank u wel. De heer Denbraak. Voorzitter, ik constateer feitelijk dat er geen vragen liggen op het bordje van de fractie SGP ChristenUnie. Of het moet zijn, de vraag waarom niet eerder ingegrepen is in bijvoorbeeld de collegeonderhandelingen. En ik kijk even naar de VVD. Er is een beantwoording geweest van de formateur van het college. Ik kan me voorstellen dat u zegt van ik wil hem ook horen van degene die erbij heeft gezeten namens fractie SGP ChristenUnie. Maar kijk u even aan, anders krijgt u daar ook een antwoord op. Nee? Dan geef ik daar geen antwoord op. Wel heeft een opmerking van uw kant mij toch wel een beetje geraakt. En daar ben ik een beetje van geschrokken. En volgens mij zei u, zolang er een confessionele meerderheid is, zal er inhoudelijk niets veranderen. En toen dacht ik, zo kunnen we niet de toekomst met elkaar in. Want dan ben ik banger dat ik wel met het college de toekomst in kan, maar niet met uw fractie. En u weet dat ik ook gesteld ben op een zeer constructieve samenwerking als raad, als geheel. En ik heb dat ook aangegeven door bijvoorbeeld, en dat trek ik mezelf aan, functioneringsgesprekken te willen met alle collegeleden. Dus dat wil ik toch maar even gezegd hebben. Voorzitter, het rapport
Nee, laat ik zo zeggen, ik heb goed geluisterd naar de beantwoording van de collegeleden. En het rapport en de realiteit die is aangegeven en de uitlatingen, zeker de beantwoording van de collegeleden, geven ons voldoende vertrouwen dat zij de omslag naar een betere gemeentelijke organisatie kunnen maken. En dit gezegd hebbende betekent ook dat wij de motie die is ingediend door Pro Sliedrecht niet kunnen ondersteunen. Het rapport geeft daar ons inziens ook geen aanleiding voor. Voorzitter, er is toegewerkt naar een voor ieder aanvaardbare oplossing. Daar is hard aan gewerkt. En dat heeft geresulteerd in een verklaring en het terugtreden van onze burgemeester. En daarmee is een bestuurlijke impasse doorbroken. En vind ik het buitengewoon moedig, en ik wil het hier echt gezegd hebben, dat Martin deze stap heeft willen nemen. Dank u wel. Voorzitter. Ja, de heer Van Rieken. Ik wil even reageren op de heer Braneker over de confessionele partijen en de zorg die hij heeft bij de raad. Nou, volgens mij heb ik in mijn betoog tot twee keer toe mijn expliciete zorg over de raad uitgesproken. Ik stel simpelweg is dat een van de oorzaken, volgens mij wordt er ook een kringslag beschreven in het rapport van mevrouw Van der Voldervoort, is dat het feit is dat de politieke verhoudingen op dit moment van die naad zijn, is dat we de komende periode met zorg, en die zorg die deel ik ook, 2,5 jaar moeten zien te overbruggen. En wat mij betreft doe ik nu een oproep om maar eens een keertje solitair met de raad aan tafel te gaan, hoe ook wij onze rol daarin kunnen aanpassen. Want u kunt zich voorstellen dat het voor de oppositie partijen zoals de VVD ook niet altijd prettig is om continu maar commentaar te moeten leveren. Wij willen samenwerken. En ik heb ook in mijn betoog aangegeven dat wij er zijn voor de burgers en niet zozeer voor onze politieke achtergrond. En daar hebben we met z'n allen nog heel wat mee te leren. En daar wil ik graag eens een keer met de hele raad eens een keer over van gedachten wisselen. Nou, dat vind ik welwillende woorden die ik graag oppak. Die handschoen die pak ik op en daar gaan we ook aan werken. En dan graag ook raadsbreed. En dan kijk ik ook even naar Pro Sliedrecht. Pro Sliedrecht doet daar graag aan mee, voorzitter. Ik zag ze al knikken. Ja. Ja. En de liefst staan boven. Voorzitter, de CDA-fractie sluit zich daar ook hartelijk bij aan. Dus in die zin, dat klinkt goed. Ja, nou, dan hebben we al een meerderheid. Ik zou het rondje helemaal vast aan een meerderheid kunnen gaan maken, maar... Ja. Ja. Nee, maar... De suggestie is helder en wordt overgenomen. Ik durf wat te zeggen door iedereen. Zijn er nog fractievoorzitters die op elkaar willen reageren? Nu nog? Zo niet, dan kijk ik nog even naar het college. Nog een paar korte statements. De heer Thales. Ik houd het echt heel kort, voorzitter. Er is wat discussie of wat gesprek geweest tussen het CDA en Pro Sliedrecht met betrekking tot bestuurlijke kracht. Ik ga me daar niet in mengen. Ik wil alleen wel constateren dat de conclusie die mevrouw Visser trekt niet terecht is als het gaat over de veranderingsbereidheid van het college. U moet zich realiseren, en dan spreek ik even namens mijzelf, dat ik inmiddels ruim 3 jaar wethouder ben. Wij inmiddels ongeveer de helft van mijn bestuurlijke carrière bezig moeten houden als college met problematieken in de ambtelijke organisatie. Als je rekent vanaf het feit dat in maart 2010 de problematiek rond de integriteitskwestie is gaan spelen, dat ons een dik half jaar heeft bezig gehouden, dat op een gegeven moment, en daar hoeven we vanavond, dat wil ik ook niet in detail over spreken, maar het er ook toe geresulteerd heeft dat de complete ambtelijke top veranderd is, is dat wel degelijk een aspect wat in ieder geval het college uit wil stralen al onder het kader van de veranderingsbereidheid. Dat is 1. 2, als het over cultuur gaat, als wij de cultuur niet kunnen veranderen, fundamenteel kunnen wijzigen, meneer Van Reekom, en dan kunt u dat geitenwolle sokken cultuur vinden, die laat ik volledig voor u, maar als wij de cultuur niet fundamenteel kunnen wijzigen in Sliedrecht, dan zijn wij niet in staat om de aanbevelingen van het rapport van mevrouw Van der Voldervoort te implementeren en te laten beklijven.
Dat is mijn stellige overtuiging. Meneer Tanis, waar het om gaat, en daarom overtrek ik een beetje de term cultuur. Ja. Ik vind het, en dat meen ik oprecht, ik vind het een zwaar overdreven begrip om alles op te gaan hangen aan cultuur. Het heet alle, en dat zie je het rapport, het heet voornamelijk ook met verzakelijk in van doen. En dat is het punt wat ik wil maken. Ga nou niet alles ophangen aan cultuur en informele organisatie. En daarom overdrijf ik het een beetje door het geitenwolle sokken te noemen. Daar is uw boodschap in ieder geval helder overgekomen. Dat is helder. En volgens mij gaan we met elkaar nog praten over de concretisering van de aanbevelingen. Dan nog twee dingen, voorzitter, even heel kort. Ook het college betreurt deze afloop. Meneer Van Gameren, geen enkel misverstand daarover. En het laatste. En die is voor mij persoonlijk. Ook ik heb me gestoord, meneer Van Rekom. En dat wil ik echt zeggen. En dat bedoel ik niet specifiek in uw richting. Maar ook in de richting van een heleboel berichten die ik de afgelopen weken op internet voorbij heb zien komen. Aan het twijfelen aan de integriteit in relatie tot je christen zijn. En ik vind het jammer dat u dat aspect toch ook weer voor het voetlicht moet brengen om hier de confessionele meerderheid ten tonele te voeren. En ik daag u uit, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, ik daag u uit om eens in de regio te gaan praten met mensen van confessionele achtergrond, en dan beperk ik het maar even tot mijn eigen partij, en eens te kijken in de Drechtsteden wat de veranderingsbereidheid is van mensen van SGP ChristenUniehuizen. En dan zou u wel eens positief verrast kunnen zijn. Ik begrijp absoluut niet waar u het over heeft. Ook hier wil ik het graag uitleggen. En als ik het op internet heb uitgelegd, dan mag ik me dat laten zien. Ik ben zeer benieuwd. Dat zeg ik niet. Nou, volgens mij heb ik het wel zo begrepen. U legt een relatie met de problematieken en de confessionele meerderheid hier in de Raad. En ik heb geconstateerd dat de afgelopen weken er een heleboel mensen zijn geweest die mij persoonlijk en ook van mij vanuit zijn rol en zijn betrokkenheid bij het hele proces en vervolgens ook de fractie van CDA en SGP ChristenUnie daarop hebben gemeenten moeten aanspreken. En dat heeft mij, en dat wil ik gewoon eens even zeggen en meer niet, dat heeft mij gewoon zeer gedaan. Ik begrijp absoluut niet waar het over heeft. Dan zult u of concreter moeten worden. Heb ik geen behoefte aan. Nee, maar dan moet u ook niet zo emotioneel reageren. Want als ik niet weet waar het over heeft, dan moet u mij minstens de kans geven om daarop terug te reageren. Nog één ding. Als ik de term confessioneel benoem, dan heeft het puur te maken met de politieke verhoudingen zoals die in deze raad aan de orde is. Daar kan toch geen enkel misverstand over bestaan. U wekt een suggestie dat de problematiek die er nu is, niet, ik zeg de suggestie, hè, u moet goed luisteren wat ik zeg. U wekt de suggestie dat de problematiek waar we het vanavond met elkaar over hebben misschien wel niet ontstaan zou kunnen zijn op het moment dat er een andere samenstelling was van het college, CQ een andere raadsmeerderheid. En daar ben ik het dus gewoon fundamenteel mee oneens. Wat ik simpelweg vaststel, en het is een feit, hè, dat had voor hetzelfde geld in het rapport van mevrouw Van der Vonden voor kunnen staan, is dat het CDA, het SGP, aangevuld met de Partij van de Arbeid, de coalitie vormen. En dat is de politieke verhouding zoals die er nu ligt. En dat is niks meer en niks minder. En als u daar een ander oordeel of een andere conclusie aantrekt, dan is het uw zaak, want dat is niet wat ik bedoeld heb. Voorzitter, nou, ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Ook hiervoor moet ruimte zijn, denk ik, om dat kwijt te kunnen. Maar het zal een belangrijk onderdeel van dat indringende gesprek van de Raad gaan worden, wat in de toekomst gevoerd gaat worden. Ik denk dat het heel goed is om daar maar eens met elkaar goed over na te denken. De heer Pauw. Ja, je heeft het over het gesprek met de Raad. En dat is wat de fractie van ProSierrecht betreft wel een gesprek met alleen de Raad. Ja, nee, zo vat ik dat ook op. Geen misverstand. Goed, verder nog wethouders, de heer De Waard. Voorzitter, dank u wel. Er zijn twee dingen in mijn richting genoemd. Dat werd een beetje bagatelliserend gezegd door mevrouw Visser op een introductie, dacht ik, van meneer Dunsbergen. Waar gezegd werd van dat ik me nog aan het inlezen was en dus het niet zo ontzettend belangrijk was in dit geheel. Dat vind ik jammer als u dat zo zegt. Want zo is het niet. Ik heb ook duidelijk in mijn reactie aangegeven dat ik keihard aan het werk ben. Ik heb ook nog het een en ander erbij gekregen. Ook daar ben ik keihard aan het werk. En ik vind het jammer als u dat zegt in mijn richting dat ik me nog aan het inlezen ben. Dat is één. En dat de tweede waar u over begon in het kader van de Rabobank. In dat kader heb ik mij ook, zeker gezien al mijn functies die ik had,
heb ik er een aantal direct afgestoten op het moment dat het aan de orde was. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs. Daar heb ik van gezegd dat kan niet van het ene op het andere moment, of dat moet van het ene op het andere moment, moet dat losgelaten worden. Lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van de Bank heb ik aangehouden. Heb ik ook gecommuniceerd met ieder die daarbij betrokken was. Er werd niet van gezegd dat dat absoluut niet zou kunnen. En ik vind het jammer dat u dat in zo'n vergadering als vanavond alsnog aan de orde stelt. En ik heb daar inmiddels ook afscheid van genomen, omdat ik het gezien de hoeveelheid werk die ik heb niet meer kon bijbenen. Dat zou ik graag nog aan de medewerker. Is alles gezegd wat gezegd moest worden door iedereen, zo te zien wel, dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en komen we bij de moties uit die een hoofdelijke stemming vereisen, zoals dat gevraagd op proostie 30, en dat gaan we dus ook doen. Ik stel aan de orde de eerste motie, en dat is de motie ten aanzien van de heer Tanis. Die moet in volgorde zoals ze dus ook in volgorde aangeleverd zijn. Het gaat om of u dus daarvoor bent of tegen bent. Stemverklaringen zullen niet meer nodig zijn, schat ik zo in. Voor of tegen, daar gaat het dus om. Ik begin bij de heer Dunsbergen. Het gaat over dus, spreekt uit niet langer vertrouwen te hebben in het functioneren van de heer J.P. Tanissen. Daar gaat het over. Voorzitter, deze motie ondersteun ik niet. Tegen. Tegen. Voor of tegen? Goed. De heer Visser. Tegen. Tegen. Ikzelf tegen. Martijn Snijder. De heer Snijder. Voor. Mevrouw Visser? Voor. De heer Blanke? Voor. De heer Pauw? Voor. De heer Kuiken? Tegen. De heer Van Rekom? Tegen. Mevrouw Verschoor? Tegen. De heer Van Gameren? Tegen. De heer Huisman? Tegen. De heer Prins? Tegen. De heer De Jager? Tegen. Mevrouw Bisschop Roodbeen. Tegen. Mevrouw Mulder. Tegen. De heer Huizer. Tegen. De heer Den Braker. Tegen. 14 tegen en 4 voor. Deze motie is verworpen. De motie ten aanzien van de heer Lavoy spreekt uit niet langer vertrouwen te hebben in het functioneren van de heer Lavoy. Volgens de juiste volgorde zou het nou de heer De Waard moeten zijn. Hebben jullie veel bezwaar tegen dat we het zo doen? Dan doen we over de heer Lavoy. Dank u wel. De heer Dunsbergen. Tegen. De heer Visser. Tegen. Ikzelf tegen. De heer Snijder. Voor. Mevrouw Visser. Voor. De heer Blanke. Voor. De heer Pauw. Voor. De heer Kuiken. Tegen. De heer Van Rekom. Tegen. Mevrouw Verschoor. Tegen. De heer Van Gameren. Tegen. De heer Huisman. Tegen. De heer Prins. Tegen. De heer De Jager. Tegen. Mevrouw Bisschop Roodbeen. Tegen. Mevrouw Mulder. Tegen. De heer Huizen. Tegen. De heer Den Braker. Tegen. 4 voor, 14 tegen. Ook deze motie is verworpen. Dan de laatste. Spreekt uit niet langer vertrouwen te hebben in het functioneren van de wetten. Heer Adewaard, en gaat over tot de orde van de dag. De heer Dunsbergen. Tegen. De heer Visser. Tegen. Ikzelf tegen. De heer Snijder. Voor. Mevrouw Visser. Voor. De heer Blanke. Voor. De heer Pauw. Voor. De heer Kuiken. Tegen. De heer Van Rekom. Tegen. Mevrouw Verschoor. Tegen. De heer Van Gameren. Tegen. De heer Huisman. Tegen. De heer Prins. Tegen. De heer De Jager. Tegen. Mevrouw Bisschop Roodbeen. Tegen. Mevrouw Mulder. Tegen. De heer Huizer.
Tegen. En de heer Den Braanke. Tegen. 4 voor en 14 tegen. Ook deze motie is verworpen. Beste mensen, ik wil jullie bedanken voor jullie inbreng deze avond. Het was een veel bewogen avond. Ik denk dat we er allemaal tegenop gezien hebben. Dit zijn avonden die je liever niet te veel meer hebt. Wat mij betreft nooit meer. Ja, maar toch, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik wil jullie wel bedanken voor de toonzetting waarin toch eigenlijk dit debat heeft plaatsgevonden. Want dat vond ik, ik heb dat ervaren als een goede en waardige toonzetting. Dat je toch over deze ernstige dingen zo op deze manier met elkaar kan spreken. Daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. Er zit natuurlijk nog wat te gebeuren. Er is gepleit voor een indringend gesprek als raad met elkaar. Nou, dat moet ongetwijfeld een gevolg krijgen. En als het gaat over de concretisering van de aanbevelingen van het rapport, dan ligt daar ook nog een hele taak voor de raad. Ik sluit deze vergadering. Wel thuis, er is nog wel een drankje te krijgen hier achter mij.